Dat is overal in Polen. Ja. Vlaams minister-president Geert Bourgeois bezocht in het teken van de Vlaamse Week het Poolse Gdansk, waar hij Lech wel eens zou ontmoeten. Naar mijn oordeel iemand van de mensen die later zal verbonden zijn met de 20e eeuw. Directeur Apagnon. Midden Europa heeft zich bevrijd op dat moment van het communisme. En de val van de muur is eigenlijk ook een gevolg van, denk ik, van wat die man gedaan heeft. En dus dat was een bijzondere ervaring. In de moderne tijd, zeg maar, is een zeer intense samenwerking tussen de haven van Gent en de haven van Gdansk met een samenwerkingsovereenkomst. Waarvan het de bedoeling is blijkbaar om die nog aan te scherpen. Thank you. Thank you. Thank you. De minister-president bracht ook een bezoek aan de haven. So, very delicious cold is last time, but de samenwerking tussen Gent en Gdansk gaat eigenlijk breder. Meneer Frans is die ambitie breder dan alleen maar op havengebied. Ook op vlak van cultuur, ook academische samenwerking met de universiteit bijvoorbeeld van Gent. Nog andere terreinen. It's very beautiful. Yes. I don't offend you if I say that. Wat betekent Polen voor de Vlaamse economie? Polen maakt deel uit van de Europese Unie en is een zeer sterk groeiende economie. Het tekent nu nog een groei op van 3% of meer, waar wij alleen maar kunnen van dromen. Vlaanderen is goed voor meer dan 80% van de Belgische export naar Polen. Als Sint-Petersburg bevriest in de winter, wat vaak voorkomt, ja, dan is Gdansk eigenlijk de laatste grootste haven. Ze trekken buitenlandse bedrijven aan ook, en ook veel Vlaamse bedrijven die hier werken voor de uitbouw van de haven. We zijn er ook sterk in gespecialiseerd. You need a certificate. Ik denk ook vandaar zijn er heel veel relaties met Polen. Dus ik denk dat de reden is om met terugblik op het verleden, kijken naar de toekomst, ook die banden aan te halen. Hij was onder de indruk. Historische stad Gdansk zie ik nu voor het eerst en ja, het is werkelijk een heel mooie stad. Er zijn historische banden natuurlijk, hè, die nu ook weer aangehaald worden. Public and economic diplomacy, en hier gaat dat samen. Je zet Vlaanderen op de kaart, op culturele manier, met allerlei evenementen. A team of students from the Thomas More University College from Mechelen made a noteworthy contribution by taking charge of all communication activities around this Flanders Week in order to give it a maximum of attention both in Gdansk and Flanders.